Hallo kijkers van Incidentenbestrijding. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering. In deze aflevering krijgen jullie alles te zien over onze materiaalwagen. Dus alle spullen die erin zitten, hoe het werkt. Dus veel kijkplezier. Hey Johan. Hey Daan. Danny heeft me zojuist alles over de SIF laten zien. Ja. Kun jij wat vertellen over de materiaalwagen? Ja, natuurlijk jongen. Hey Johan, we staan nu voor de materialenwagen. Ja. Waar zetten we die eigenlijk voor in? Nou, de materiaalwagen moet je eigenlijk zo zien, dat is een aanvulling op de SIFs. Een incidentenbestrijder komt te plaatsen met een SIF, de kleine meeste klussen kan die daar wel mee aan. En echt de grotere, zwaardere klussen heb je de materiaalwagen nodig. Er zit net wat zwaarder gereedschap in, dus dat is een aanvulling op. Oké, en waar staan de materialenwagens? De materiaalwagens staan in Zwolle, Eindhoven en in Rotterdam. In Rotterdam staat er ook nog een speciale IBGS, gevaarlijk stoffenauto. Gaan we even kijken of we daar binnenkort ook kunnen filmen, zodat de kijker ook die materiaalwagen van binnen kan zien. En we draaien sinds kort een pilot op Schiphol. Daar staat ook een vrachtwagen voor het noorden des lands. Duidelijk. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, morgen gaan we naar de voorkant, dan gaan we daar aan de gang. Nou Daan, we zijn nu begonnen met de uitleg van onze materiaalwagen. We zijn nu aan de voorkant. Nou, dit is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van onze materiaalwagen. Dit is onze verblijfsruimte. Ik zal ook even laten zien waarom die zo belangrijk is voor ons. De koffieruimte. Ja, jij mag niet meer raden, zwart en rood. Nou, waarom is die belangrijk voor ons, zeg ik iedereen. Hier kunnen we na elk incident even kort bij elkaar komen. We maken niet altijd de leukste incidenten mee. We hebben een aanrijding gehad, dan kunnen we hier altijd bij elkaar even na evalueren van hey, hoe is het incident verlopen, waar ben je tegenaan gelopen en het belangrijkste is hoe is het met jou. Want als het niet goed met je gaat, dan kunnen we daar gelijk actie op ondernemen. Nou, wat zit hier verder nog meer in? Een koffieautomaat voor zwart goud. En we hebben een koelkast met eten en wat drinken. En een wifi router zit er aan boord. En je zit lekker warm en droog in de slechtere weren. Ja, eens. En het belangrijkste is, we hebben daar in de hoek een pleisterautomaat voor mensen die niet zo handig zijn. Dat noemen wij het hoekje voor de minder technische mensen. En ja, we moeten natuurlijk altijd weer schoon en droog naar huis. Dus we hebben hier een hele hygiënestation met 3 stappen. Het laatste stapje is altijd met zalf, zodat je wel lekker gladde handen blijft houden. En we moeten schoon werken, dus latex handschoenen. Nou, we zijn nu gekomen bij onze reinigingsmodule. Dus we hebben 2 modules. Ja. De vaste en de mobiele. De mobiele leg ik zo meteen uit. Nou, we hebben hier al, ik haal hem er even voor je uit. Zit hier 90 meter slang, zit hierop. Kunnen we hem nog een keer verlengen met nog een keer 90 meter slang. We hebben 1000 liter water bij ons. En het grote verschil is zeg maar met deze 1000 liter, we kunnen hieronder, achter zit een hotbox. Wij verspuiten met warm water en een maximale druk van 200 bar. Zodat we zo meest efficiënt mogelijk reinigen. Nou, alles is hier vandaan bediend. Dus het is gewoon een computerkast, PTO omzetten, starten, lopen. En dan kun je reinigen. Daarnaast hebben we ook nog een tank afvulput, want ja, we moeten straks alle spulletjes ook schoonmaken als die terugkomen van een incident. Nou, dus dat kunnen we hier vandaan halen. Dan hebben we hier een onderbak. Hey, en Johan, als je nou tekort water hebt, dus zijn die 1000 liter niet genoeg, wat gebeurt dan? Dan kunnen we een aantal dingen doen. Of we laten een extra materiaalwagen komen, zodat die kan overpompen van de ene tank naar de andere tank. We kunnen zelfs een Unimog laten komen, daar kunnen we ook water uithalen. En mochten we het zelf niet kunnen redden, dan laten we de vrienden van de brandweer komen. Kijk, super de samenwerking. Ja, dat is altijd top. Nou, dan heb je hier allemaal emmertjes, want ja, daar hebben we ook nog verschillende kleurtjes. We hebben de zwarte, de rode en de groene. Rood is fout, dus daar zit altijd vies water in. Groen is goed, dat is altijd schoon. En de zwarte is gewoon waar we borsteltjes in doen, et cetera, dat dat één centrale plek heeft. Dat hebben we gezien in de aflevering van Jeroen. Dat klopt, toen was Jeroen chauffeur.
Nou, dan hebben we hier nog een voetenbadje. Er zitten nu slangen in, die halen we er dan uit. Doen we de gloortablet in en nog een beetje schoonmaakspul, zodat we na een incident altijd de schoenscholen zoom kunnen maken. Dus niet alleen voor ons, maar ook voor alle hulpdiensten en betrokkenen die erbij zijn. Zodat ze wel met schone schoenen de auto in kunnen. Duidelijk. Nou, dan hebben we hier nog pionnen. Want we moeten natuurlijk wel een veilige plek creëren waar de vrachtwagen staat. En hierachter hebben we nog een repodest staan. Je kunt je eigen voorstellen, stel voor dat er een ICJ gestrand staat. Nou, dan passen de trappetjes en de overstappodesten niet goed. En dan zetten we het repodest neer en dan kunnen de reizigers van die trein kunnen uitstappen. En je kan hem ook gebruiken als lorry, begrijp ik? Ja, we kunnen hem ook omzetten en dan kunnen we het zware gereedschap vanuit de materiaalwagen naar de locatie brengen. Oké. Ja, nou, dan gaan we nou naar achteren. Nou dan, hebben we net de zijkant gedaan, dan gaan we naar de achterkant bekijken. Ik ben benieuwd. En we gaan hem open. Nou Johan, wat is dit? Nou ja, wat je hier ziet zijn allerlei verschillende spuitlanzen die wij gebruiken. We hebben hier een aantal vouwfrezen spuitlanzen. Het zijn allemaal verschillende lengtes, want we hebben te maken met verschillende lengtes medewerkers. Nou, ik ben lang en groot, dus ik gebruik het liefst een lange spuitlans. En iemand die klein is, ja, spreekt het al, die gebruikt liever een kleine lans. Nou, wat zit er nog meer op? Er zitten zaklampjes op, zodat we in het donker goede verlichting hebben, zodat je ook goed duidelijk kunt zien waar je aan het spuiten bent. Ja, ik zie dat eigenlijk in alle voertuigen terug, verlichting. Het is overal goed aanwezig. Ja, we staan eigenlijk ergens vaak in the middle of nowhere. Ja, het is donker. Ja, dan, hoe meer verlichting je hebt, hoe fijner het is. Want het is tweeledig. A, voor je eigen veiligheid, maar B, je kunt dan ook gelijk, ja, hoe luguber het ook klinkt, gelijk goed schoonmaken, door je goed duidelijk beeld hebt van oké, dit moet ik reinigen. Weet je, hoe vaker wij het treinverkeer stil moeten leggen omdat we iets niet goed gereinigd hebben, wordt de reiziger ook niet fijn, vrolijk van. Nou, dan hebben we nog een bezem. Dat is echt een topproduct bezem. Een bad. En we hebben hier een knijpertje. Met die knijper kun je eigenlijk wel voorstellen, als we iets onder een trein vandaan moeten halen, daar gebruiken wij een knijpertje voor. Duidelijk. Nou, dit is een beetje de achterkant. Nou, we zijn nu bij de mobiele unit aangekomen. Ik vertelde net al bij de vaste unit dat we twee units hebben. Een vaste en een mobiele. Nou, deze gebruiken wij, kun je eigenlijk wel voorstellen, op perrons, op stations. Waar het net even iets lastiger is om bij te komen. We kunnen hem ook inzetten op het spoor. Dus als we een overweg hebben of een inzetplek, kunnen we de spoorwielen eronder zetten. Dan kunnen we hem inzetten en dan kunnen we naar de locatie toe rijden waar we moeten zijn. Wat ook wel leuk is om te vertellen. Ja, leuk. Hij past in elk station kunnen we komen, hoezo? Hij past door alle invalide toegangen. En hij past in elke lift op een station of op een perron. Dus daar is hij speciaal voor gemaakt. Dus waar je bij de vaste unit niet bij kan komen, daar kan je deze voor inzetten? Dat is correct. Oké. En waar we hem ook voor in kunnen zetten, stel voor dat je best wel over een grote vervuiling praat. Ja, dan kan het wel eens voorkomen dat we zeggen van we gaan twee kanten tegelijk beginnen met reinigen. Dus zowel met de vaste en de mobiele unit. En dan werk je naar elkaar toe. En dan kunnen we weer, hoe sneller we klaar zijn, hoe beter het is voor de reiziger. Want hoe eerder we treinen kunnen laten rijden. We zijn nu bij onze HV-hoek. HV staat voor hulpverlening. Nou, we zitten hier allemaal in. We hebben hier een grote schaar, spreider, hydraulische pompen en een aantal rammetjes. Nou, wat doen we er eigenlijk mee? Je ziet steeds vaker dat de brandweer, als iemand helaas overleden, als hij in een auto zit, dat de brandweer al zegt van nou, jullie hebben de spullen, dus vaak komt er onderzoek. Zat de brandweer daar eigenlijk een beetje toeloos te wachten. Dus ze zeggen van nou, willen jullie die persoon eruit knippen? Dat kan. Maar het kan ook voorkomen dat er twee treinen tegen elkaar gaan botsen. Dan moeten we ondersteunend zijn aan de brandweer. Nou, dan hebben we deze zware jongens voor. Dit is de schaar van Omatro. Nou, kunnen we bijna alles wel kapot mee knippen, gaat allemaal goed. Dan hebben we hier ook nog een rammetje. Met die ram dan kunnen we aan twee kanten. Dan kunnen we eventueel nog iets liften of iets uit elkaar persen als het nodig is. Dus daar kunnen we goed mee vooruit. Verder hebben we hier een kettingtrekker aan boord ook zitten. Dat we in ieder geval dingen van elkaar af kunnen trekken of vast kunnen maken. We hebben spanbanden, want we willen natuurlijk ook wel eens dingen vast kunnen zetten. Met name de voorkant van de trein, als het bord eraf ligt, moet je dat vast kunnen zetten. Maar dan hebben we hier allemaal PBM's toeborgen voor hulpverlening. Om wel veilig ons werk kunnen doen. Ja, is dat hetzelfde materiaal als wat ze bij de brandweer hebben? Ja, alleen je moet je eigen, dat is zo. Alleen wij hebben het dan nog even een slagje zwaarder. Want treinen zijn natuurlijk groter en zwaarder opgebouwd. Ja, eens. En de klap is ook vele malen groter. En er rijdt van alles op een overweg voorbij. Hè? Ja. Auto's, vrachtwagens, trekkers. Je kunt het gek niet bedenken. We hebben genoeg voorbeelden gezien inderdaad in de video's. Eens. Dit is onze hydraulische pomp.
En we hebben twee slangen. Nou, dat is ook fijn, want we kunnen op, via de pomp kunnen we ook twee apparaten tegelijkertijd bedienen. Dat werkt veel efficiënter. En mocht het nodig zijn, dan heb je in ieder geval kun je twee kanten tegelijkertijd werken. En we hebben hier een hooligan tool. Dus een eigenlijk groot stuk lomp gereedschap. Waar we dus zeg maar hekwerken mee kapot kunnen maken. Dat past wel een beetje bij jou. Fantastisch werk, man. Dit is onze spreider. Hier kunnen we dingen uit elkaar mee spreiden en naar elkaar toe persen. Dan hebben we hier nog een kleine babyschaar. Dat is de pedalenknipper. Dan kunnen we eigenlijk bovenop de treinen zitten van die stroomafnemers. En dan kunnen we hier doorknippen. Je ziet ook heel vaak in de filmpjes dat we dat met een slijpschijf doen. Ja. Wat is het verschil? Nou, het grote verschil is zeg maar, je hebt de nieuwe treinen, daar is de staalconstructie iets dunner. Omdat het net iets minder nodig heeft en minder te verduren heeft. En de oudere type treinen, ja, vroeger was allemaal groot, sterk en lomp. Net zoals ik. En dan gebruik je ook massief staal. Ja, dat ga je niet met een doorslijpschijfje zo doorknippen. Duidelijk. Is dit voldoende antwoord op jouw vraag? Dat is zeker. Best veel gereedschappen. Nou, behoorlijk veel en zwaar ook. Ja, ja, dat heb je net wel kunnen merken. Nou, dan gaan we nu naar onze reinigingshoek. Nou, we zijn nu bij onze reinigingshoek gekomen. Nou, hier zit eigenlijk al dezelfde spullen in als Shift, alleen het is net even iets meer. Zodat we meerdere mensen kunnen omkleden. Dit is echt gebouwd in de Shift voor twee personen. Ja, hier kun je eventueel als het moet 4, 5, 6 mensen mee aankleden. De bekende witte pakken, zeg maar. Dit zijn de bekende witte pakken. En hier zitten ook alle spullen in voor de decontaminatiestraat. Want de mensen moeten daarna wel schoon terugkomen. Dus dat zit hier allemaal in. Dit is de IBGS-hoek. IBGS staat voor incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen. Er rijden niet alleen reizigers over het spoor, maar ook heel veel goederen worden er vervoerd over het spoor. Nou, er kan wel eens een keer een lekkage plaatsvinden. Nou, dan moeten we goed beschermd ons werk kunnen doen. Dus daar is deze speciale hoek helemaal voor. We hebben ademlucht, we hebben vuil werkpakken, we hebben een complete aan- en uitkleed zeiltjes, bouwen netjes op. En dan kleden we ons eigen aan en dan gaan we daar naartoe. Nou, om die lekkages een beetje te kunnen verhelpen, hebben we hier Dockstars zitten en Todo-koppelingen. Een Todo-koppeling kun je eigenlijk vergelijken als met de Formule 1 wat ze vroeger gebruikten. Deze slang opzetten, klik en dan werd die volgeblazen, de tank. Nou, daar wordt ook heel veel mee vervoerd over het spoor met die Todo-koppelingen. Dus die hebben we en dat noemen wij dan Todo-pressure caps. En die kunnen we dan plaatsen en dan kan in ieder geval die wagon veilig afgevoerd worden naar de vervoerder of naar een speciale opvangbak. Oké, dus voor alle afsluiters die we tegen kunnen komen in het spoor, daar hebben we hier de afsluiter voor. Ja, daar hebben we hier zeg maar de basisprincipes voor. De speciale auto als die nodig is, die gevaarlijke stoffenauto of correctie IBGS auto uit Rotterdam. Die kunnen we laten komen en daar zitten weer aanvullende middelen in om eventueel een lekkage te kunnen stoppen. Of ja, stoppen kunnen we niet altijd. Of in ieder geval tegen te gaan stabiliseren. Nou, dan zie je hier nog allemaal verloopstekkertjes. Het kan wel eens voorkomen dat we op een emplacement staan of op een plek waar we toch stroom van iemand mogen lenen. Nou, het is wel fijn dat je verloopstekkertjes hebt. Wat hebben we nog meer? Haarspels zitten er aan boord. Brandblusser. Ja, het gaat ook wel eens dat we net even ergens in middle nowhere staan. En je krijgt een vonkie. En het begint een beetje te smeulen. Het is wel fijn dat je een brandblusser bij je hebt. Zeker met warm weer waar we nu weer naartoe gaan. Ja, precies. En het is dan droog in de omgeving. Nemen we altijd een brandblusser bij als we iets gaan doorslijpen. Nou, dan hebben we hier verlichting. We zijn gek op verlichting. Ja, en dit is al even genoemd. Ja, je kunt beter één lampje te veel bij hebben als eentje te weinig. Nou, dan hebben we hier nog aggregaat. Stel voor dat we bij iemand niet mogen lenen, dan pakken we dit aggregaat. Zijn we altijd nog zelfvoorzienend. Precies. En dan hebben we hier nog houten blokjes. De stabilisatiemiddelen. Precies. Nou, alles zit netjes opgeborgen. En de chauffeur doet ook altijd in de week netjes alles controleren. Is dat hetzelfde als de SIF met Danny? Ja. Ja. Eerder in een video? Ja. Ook via Ultimo? Ja. En dan weet die chauffeur van dat je auto is compleet. Nou, we zijn nu bij het laatste rek gekomen in de materiaalwaren. Nou, we hebben hier allemaal gereedschapskistjes, setjes liggen. Nou, het grote verschil is, we hebben vonkarm en gewoon normaal handgereedschap. Huh? Want ja, je kunt je eigen voorstellen dat het niet handig is als we bij een ethanollekkage met normaal gereedschap staan te werken. Nou, dan hebben we hier nog kerren.
afzetlint, want we zetten ook graag de boel af. Want ja, we moeten wel altijd veilige werkplekken hebben. Dus hoe meer we af kunnen zetten, hoe fijner het is. Ook op stations per ons. Het is wel fijn om de boel goed af te kunnen zetten. Nou, dan moeten we wel eens op het dak werken van de trein. Dan hebben we hier speciale hoogte beveiligingssetjes, harnasjes voor, zodat we een touw eroverheen kunnen spannen en veilig op het dak kunnen werken. Ook dat hebben we veelvoudig gezien op de filmpjes op het YouTube-kanaal. Eens. Dus dat zit daar ook. Hey Johan, van de voorkant heb ik dit wel eens vaker gezien, maar van de achterkant herken ik niet. Wat is dit? Nou, dit noemen wij een sleepkoppeling. Deze sleepkoppeling gebruiken wij op het moment dat een trein gestrand is en hij kan niet meer weg, om wat voor reden dan ook. En de vervoerder heeft geen afsleepmateriaal beschikbaar. Dan hebben wij de mogelijkheid om een afsleeplocomotief te bestellen. Die wordt dan besteld door de algemeen leider. Die komt te plaatsen en dan zie je al vaak, die heeft alleen maar een haak en geen koppeling. Nou, dan plaatsen wij de koppeling, kan die combineren en dan kan die hem alsnog afvoeren naar de werkplaats. Helemaal duidelijk. Ja. Nou, en dan verder hebben we nog brandstof er staan, want als we een langdurige inzet hebben, is het wel fijn dat je zelf voorzienend bent en dat je niet met al de spullen naar een benzinetank moet rijden om alles aan te vullen. Want dit is de brandstof voor alle materialen die we hebben, dus de kettingzaag, de generator. Ja, de kettingzaag zit in de busje, die heeft zijn eigen brandstofvoorziening bij hem. Espen is in principe voor alle brandstof aangedreven en de diesel is voor de mobiele reinigingsunit, want die werkt op een hotbox. En stel voor dat je ergens staat en je tank van de vrachtwagen is bijna leeg, dan heb je in ieder geval 25 liter om het misschien te redden naar je benzinestation. Dan zit je wel met geknepen billen achter het stuur. Nou Johan, we hebben nou gezien wat er in de SIF meegenomen wordt en wat we in de materialenwagen meenemen. Kan iedereen zo ingezet worden op de materialenwagen? Nee, dat gaan we zo niet. Allereerst moet je een C-rijbewijs hebben om überhaupt te mogen rijden met een vrachtwagen. En je krijgt binnen ProRail nog een aantal aanvullende modules die je ook met succes moet afronden. En dan pas word je aangesteld als vrachtwagenchauffeur. Nou, dankjewel voor de uitleg. Ja, graag gedaan. Nou, kijkers, bedankt voor deze vraag. We hopen dat we jullie voldoende antwoord hebben gegeven over wat we allemaal in onze SIF en materiaalwagen hebben zitten. Mocht je een vraag hebben, zet hem hier al onder in de comments. En vergeet vooral niet je blauwe duimpje. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat ook hieronder via de abonneerknop. En dan zien we jullie over 2 weken weer terug.